Volg ons avontuur. Hallo allemaal, vandaag gaan we de challenge doen. We gaan een kleurtje trekken. Het kleur dat we trekken moeten we een hele dag eten. Ja, we gaan het trekken hè. Jij bent Hendrik. Zal ik het beginnen zien? Blauw. En als je nu roze op de vlag mee doet. Roze. Wat ga ik dan doen? Ja, het andere kleurtje dat we dus hadden, hè, om te tonen dat we zeker niet enkel blauw en roze hebben neergestoken, hadden we ook nog groen. Groen. Rood. Dus ik weet hoe komt ze echt zelf toe in zoiets. En geel. Mijn kaartje is dus roze. En bij mij blauw. Oké. Ik ga me eerst gaan omkleden. Ik ga dus het rood aan doen. Toepasselijk bij het kleur. Ja, nu moet ik maar meer omkleden, want ik heb juist die shirt al aan. Oké. We gaan pannenkoeken maken. Maar we gaan het iets speciaal doen. We hebben dus kleurstoffen gekocht van alle kleurtjes. En ik ga haar dus roze in doen. Dan heb ik roze pannenkoeken. En nee, blauwe pannenkoeken. Wat heb ik er al van? Zo is het nog niet. Wauw! Oh my! Het is roze! Dat is mijn deeg, lekker roos. En dat is Jan zijn deeg, lekker blauw. Hopelijk smaken de roze en blauwe pannenkoeken even lekker als de gewone pannenkoeken. De eerste roze pannenkoek. Dat is altijd lopend. Pannenkoekje omdraaien als het zo makkelijk is. Waarom praat hij altijd? Het is wel makkelijker om hem in de lucht te smeren, dan is het zo. Oh, we gaan dat straks eens doen in de luchtgooien. Ja. Tuurlijk ja, als hij een beetje aangebakken zijn, gaat hij misschien niet meer zo roze zijn. Maar het telt toch, hè? Is roze nu. En de eerste pannenkoek is klaar. En nu de blauwe pannenkoek. Dat is heel fijn. Dat is het dan. Zijn monddraaien is een beetje te dik, dus En de blauwe pannenkoek is ook klaar. Pujo! Het is wel een beetje pink! Het is een blauwe pannenkoek flippen! Hopelijk krijg ik hem. Joepie! Oei, wat wel. Ja, we gaan ons pannenkoekjes opeten. Hopelijk smaken ze heel goed. We krijgen dan een blauwe pannenkoek. Het is wel lekker. Ja. Eigenlijk is de roze nog niet zo speciaal, want die blauw is echt wel raar. Mm-hmm. Ja, maar dat bruin bakken. Ja, ze kunnen het doen, ik kan ze nog niet doen. Ik ga nog even een kabon. Ik moet nog een beetje water nemen.
is zo'n blauwe marmer. Hè? Ja, we gaan nu naar de winkel. We hebben ons ontbijt op, maar we moeten natuurlijk ook nog middageten gaan halen. Dus we gaan even kijken welk roos en blauw middageten dat we kunnen vinden. Het zal nog niet zo makkelijk zijn, denk ik voor u zeker niet. Ja, maar. Papa ook kiezen voor zijn wit. Dat grijs. Dat grijs dezelfde. Ja. Samen tussen een pigeon. Kijk hier. Ja, we zijn uit de winkel. Het was geen gemakkelijke opgave. Maar ja, je zult onze avondeten en middageten wel nog zien. Ik denk dat we meer tussendoortjes hebben gevonden dan eigenlijk echt middag of avond eten. Blauw is eigenlijk niet zo gemakkelijk. Een rood eitje met patatjes en een rood flesje drinken. Blauwe patatten met een blauw eitje. En blauw drinken! Okay. Ik ga mijn fles openen. Ja, ik ben wel eens benieuwd dat alles gaat smaken. Een troost en een blauw. Smakelijk. Smakelijk. Het is echt zo kei raar. Het is gelijk dat zegt het is een Barbie aan het gaan. Ik ga graag als alles met kerst zo doen. Ja, dat is veel wat. Ja. Nee. Het is niet slecht, want het is niet mijn tijd. Ik vond het ook gewoon dat ik roosje dat heel blauw. Nee, echt wel. Ik doe dit nooit meer. Dat is al droog. Maar lekker groen is het nog gemakkelijk om te eten. Qua groente. Ik heb het niet gekozen. Ik kon het eten. Ik weet maar ik heb beter getrokken. En je lijkt echt zo de queen op hulzen, hè? Nog gelijk. Ja, een taco. Zijn nog wat meer in uw vapsel. Hé, Sprita is het. Ik haat blauw. Kijk eens hoe flink dat wij onze bordjes opnemen. Dat is precies gelijk bij mij. Maar precies ook zo in een gender reveal.
Dat moest er eigenlijk wel echt om doen, hè. Maar ja. Hè? Maar waarom? Dat ze ongeloofwaardig zijn. Het is 3 uur, dus we gaan een ijsje eten. Een roze ijsje. En een blauw. Dat gaan we smaken. Toch iets lekker, dan wel blauw is en roos. Van die ijskrims. Ik dacht toen wat doe jij nu? Ja, dan is een lompe buig. Dat zag wel als je dat smal kon vangen, sweet. Ja, het is 6 uur. We gaan ons avondeten eten. Beetje chips. Dat blauw was. Achtig. Ja, het zijn speciale combinaties. Het is niet echt een avondeten. Het is meer eigenlijk dessert. Waarom kan je daar iets anders bij voorstellen? Ja, het is makkelijk. Zoveel zout. Ik ga niet graag een rookje bij zetten. Heb je ook zo zout? Ik weet niet wat het is, maar... Roze donut. Dan zit ik echt allemaal in dat ding. Ik ga mijn yoghurtje ook doen. Omdat dat niet zo blauw is. Maar... Ja, weet je? Nee, dat mag niet. Wat is dat niet fijn? Oh, het smaakt wel mee, dat is het goede. Als je de kan niet goed vinden. Je hoeft het echt fucking niet te kosten. En je hoeft het pink. Mijn mel blauw. Ja, ja. Laten we zeggen dat het kleurtje ons allebei niet zo goed opvalt. Ik ben echt gewoon blauw. Als mij vindt goed, is de roze patat lekker. Dat is een andere. Maar wat dan? En die hoeft toch eens nog het lekkerste van allemaal. Uh-huh. Alles moppa. Haha. Die hoor je in mijn mond blauw.
Ga je even kijken? Ik vind dat hetzelfde, hè? Ik is het. Eigenlijk zijn we niet de beste persoon om dat te doen. We zijn eigenlijk vrij moeilijke eters. Volgende keer welke kleur rood. Oh, rood aardbeetjes. Frambozen. Tomatensoep. Nee, ik wil geen blauwe soep maken. Ik was echt zelfs aan het denken aan blauwe soep. Dat was het. Heel lekker avondeten. Dat was dan de video van vandaag. Vond je het leuk? Klik dan zeker op abonneer en een duimpje omhoog. Doei! Doei.